Goed, welkom allemaal. Als u allen wilt gaan zitten, dan kunnen we beginnen met de oriënterende ronde. De vaststelling van de agenda. Kan de raad instemmen met de agenda? Ik zie dat er geen opmerkingen zijn, dan is dat de agenda bij deze vastgesteld. Spreekrecht. Er heeft zich 1 spreker gemeld. 2. De heer Reefman en Bunskoek. Mag ik u vragen naar voren te komen? Meneer Reefman, u heeft 5 minuten, dat weet u, en, maar goed, dat komt goed. Dank u wel. Ik ben te verstaan, geloof ik. Goedenavond raad, goedenavond college en vooral goedenavond de Krim. Geachte leden van de gemeenteraad, toen we hier op 31 oktober stonden, hebben we gezegd dat we hier niet vaak kwamen, alleen wanneer het echt nodig is. Het mag voor zich spreken waarom we er nu weer zijn. U kunt de belangrijkste beslissing sinds tijden nemen voor de toekomst van de Krim. Blijft de Krim leefbaar? Het is in uw handen. Het vele werk dat in de Krim verzet wordt, wordt vaak omschreven als de Krimse kracht. De Krimse kracht wordt vaak als voorbeeld genoemd, ook door u. Op 31 oktober gaf u aan nog vragen te hebben. Terecht, u moet een beslissing nemen die impact heeft. Daarom heeft u de wethouder opdracht gegeven de stukken verder te onderzoeken. We hebben onze Krimse kracht ook daar weer ingestoken. We hebben niet afgewacht, nee, we hebben ook dit keer weer aangepakt. We hebben nog eens kritisch naar de begroting en de exploitatie gekeken. Dit is door onafhankelijke experts getoetst. De exploitatie is en blijft sluitend, ook na het nieuwe onderzoek. Zoals u in de stukken kunt lezen, is de begroting echter gestegen. De indexatie van de bouwkosten bedraagt circa 10%. Een lijn die door te trekken is naar de toekomst. Nog langer wachten maakt de plannen nog duurder. We hebben u als gemeente altijd in de voorfase van de Krimse plannen betrokken. Daardoor zijn we nog nooit met een tranentrekker teruggekomen bij u. Sportpark, evenemententrein of zwembad, wij redden onszelf. Ook nu hebben we dezezelfde route betreden. En bij een positief besluit van u komen we niet meer terug. We beseffen dat we voor een grote uitdaging staan, maar we gaan ons redden. Wij kunnen het aan. Een situatie als deze, een combinatie van een nieuw MFA, scholen die voor nieuwbouw op de nominatie staan en de Krimse kracht. Zo'n situatie zal de komende decennia niet meer voorkomen. Leden van de gemeenteraad, besef dat en pak deze kans. We beseffen dat we om een fors bedrag vragen en ja, we begrijpen dat u zich afvraagt. Hoe moet het met andere dorpen en kernen? Gaan die dan straks hetzelfde vragen? Wij willen u meegeven dat elke situatie uniek is, dus ook de onze. Niets is met elkaar te vergelijken. De samenleving is inmiddels naadwerk geworden. Maar is er een alternatief? Is dat het upgraden van het huidige dorpshuis en sportzaal en het behouden van 2 schoolgebouwen, die beide weer geüpgrade moeten worden? Een alternatief dat ons slechts 20 jaar verder brengt en dan aan het einde van de levensduur is gekomen en ons niet de functies geeft die we nodig hebben. Als we dat vergelijken met ons plan dat ons 40 jaar verder brengt en ons wel de functies biedt, dan is dat de enige optie en valt het upgraden weg als alternatief. In de Krim ligt een nieuwe kans die u niet mag laten lopen. Leden van de gemeenteraad, een combinatie van uw kracht en de Krimse kracht gaat ons dorp leefbaar houden. Faciliteer ons. Laten we er samen voor gaan. En laat onze samenwerking een toonbeeld zijn voor de gemeente Hardenberg. Laat overheidsparticipatie werkelijkheid worden in de Krim. Het hele dorp vraagt u dan ook, zeg ja tegen ons MFA. Namens het dorp willen wij u graag prettige kerstdagen toewensen, waarin u een weloverwogen beslissing kunt nemen. U moet een beslissing nemen. Graag willen wij iets overhandigen en daarvoor hebben we een speciale gast uitgenodigd. U krijgt van onze kerstbal met de vraag, zeg ja tegen ons MFA. We willen u vragen of u die bal bij u thuis in de boom wilt hangen. En wanneer u tijdens de feestdagen tot rust komt en de bal ziet hangen, denk dan nog eens aan de toekomst van ons prachtige dorp tegen de Krim. En zeg ja tegen ons MFA. Ik dank u voor uw aandacht. Ik kan u vertellen dat gulheid vanavond ons thema is. Dus de kerstman zal aan ieder die hier aanwezig is bij het verlaten van de vergadering of van de zaal straks een kerstbal geven. Oké, dank u wel meneer Reefman. Zijn er nog vragen voor meneer Reefman? Meneer Rodemond. Meneer Stelpstra. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel. Mooi ook om te zien dat u weer met zulke grote getalen aanwezig bent. Het leeft erg in de Krim. Wij hebben hier een voorstel van het college voor ons liggen. Daar hebben we ook om gevraagd. Maar u realiseert u zich ook dat wij, als we dit voorstel aannemen, dat we nog met een flink gat zitten. Met nog 1 miljoen. Want dat, zou ik zeggen, hè, dit stuk leidt ertoe dat we 2 ton beschikbaar gaan stellen. En nog een aantal zaken te dekken hebben. Maar dan zitten we nog met 1 miljoen die gedekt moet worden. En ik was even benieuwd of u daar ook al met het college heeft over gesproken. En of u wellicht ideeën heeft hoe dat gat gedicht zou kunnen worden. Of is de vraag dat de gemeente dat gat alleen moet dichten? Graag zouden we zien dat het gat gedicht wordt. In welke vorm dan ook. In hetzelfde raadsvoorstel wordt ook gevraagd om een richting te geven, waarmee wij duidelijkheid krijgen om door te kunnen gaan. Ja, in feite als wij dit voorstel aannemen, dan geeft de Raad aan dat wij een nieuw MFA willen realiseren. Tenminste, als ik naar het besluit kijk, dan stellen we 2 ton beschikbaar voor de realisatie van een nieuw, in ons voorstel staat er weliswaar MFC, maar MFA is ongeveer hetzelfde. Maar goed, dan zitten we nog met een vrij grote uitdaging. En u geeft aan, nou, alle vormen zijn bespreekbaar. Heeft u al gedachten bij bepaalde vormen? En heeft u daar ook met het college over gesproken? Ja, dat hebben wij. In de voorbereiding naar deze vergadering toe hebben we een aantal sessies gehad. 1 sessie met beide wethouders en ook een aantal sessies met onszelf. We hebben contact gehad via de gemeente. We hebben plannen om met name ook het subsidiefront nog weer extra aan te gaan spreken. Crowdfundingacties en dat soort zaken. Maar we zullen het niet alleen redden. Wij hebben daarvoor steun nodig van de gemeente. Voldoende zo. Meneer Ron Hond. Voorzitter, dank u wel. Ja, om niet helemaal in herhaling te vallen bij het begin van deze vergadering. De heer Stelpstra heeft eigenlijk mijn vraag al gesteld. Dus ik dank Stelpstra voor het stellen van de vraag en u voor het beantwoorden hiervan. Het is mij een helder betoog. Oké. Nou, dat er verder geen vragen meer zijn voor meneer Reefman, dank ik u hartelijk. En dan gaan we nu verder met agenda punt 4, de behandeling van de nieuwbouw multifunctioneel centrum de Krim. Wie mag ik daar het woord geven? Oké. Ja. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, bij monden van de heer Stelpstra is eigenlijk de vraag al gesteld aan de bewoners van de Krim zelf. En eigenlijk wil ik onszelf, maar met name ook het college, dezelfde vraag stellen. We gaan vandaag ons buigen over een intentie om in ieder geval te komen tot een multifunctioneel centrum in de Krim. Mogelijk met de komst van 2 scholen in datzelfde gebouw dan. Dat lijkt mij ook op zich een goede weg en ik gun ook heel graag de Krim de komst van een nieuw pand waarin ze weer op naar de toekomst kunnen. Dus in die zin is het appel, zeg ja, tegen ons MFA niet aan dovermans oren besteed. Echter, dit voorstel wat er nu voor ligt bevat nog een gat inderdaad, zoals de ChristenUnie al stelde, van 1 miljoen. En eerlijk gezegd... kan ik niet zomaar dat gat dichten zonder wat nadere duiding ook van het college. Dus eigenlijk is mijn enige vraag op dit punt eerst maar even hoe denkt het college over het voorliggende voorstel en met name het dichten van dat gat van maar liefst 1 miljoen euro. Dank u wel. Op koers. Die vraag. Oké. VVD? Voorzitter, dank u wel. De fractie van de VVD sluit zich eigenlijk aan bij de vorige opmerkingen ten zake wat nu al heet het gat van 1 miljoen. En is ook wel lichtelijk teleurgesteld in het voorstel zoals het voorligt. Want we zijn, zoals meneer Reefman net al aangaf, verbleven bij de laatste vergadering met de vraag om een sluitend voorstel te doen waar we iets van zouden kunnen vinden. En dat sluitende voorstel, dat zien wij hier eigenlijk niet. Want wat meneer Samsen ook al vroeg, meneer Reefman, ja, als wij hiermee akkoord gaan... Dan eindigt uw raadsvoorstel met de opmerking kennis te nemen van een investeringstekort van 1 miljoen. Nou ja, daar bouwen ze in de Krim in ieder geval geen MFA van. En de duidelijke vraag die in ieder geval wat ons betreft beantwoord had mogen worden... en waar we wellicht wat verder op kunnen ingaan vanavond, is de bouw van de 2 scholen. Maar die wordt wel genoemd, maar die wordt in het plan als zodanig niet betrokken. En dat betreuren wij eigenlijk wel. Het meer dat daar eigenlijk de ruimte in zit. Want u hebt daar een totale besparing begroot van zo'n 400.000 euro. Nou, daar ben je al een heel eind op schot. Als je een gat van 1 miljoen hebt, dan blijft er nog een 6 ton over. Dus de vraag is eigenlijk concreter nu. Zou het nou geen idee zijn om die nieuwbouw van die scholen te betrekken in dit plan? Naar voren te halen om het ook uit te voeren? Dat is ook nu het momentum. Want u schrijft zelf al met het verkopen van de kavels die dan vrijkomen. Moet je allemaal afwachten wat er gebeurt op het moment dat het ook daadwerkelijk aan de orde is. 2023. Nu ligt het momentum, er moet nu iets gebeuren en u zou wellicht die 2 scholen kunnen betrekken bij het plan op zich. Dus niet naar de toekomst, maar naar voren halen, zodat u daar wat dekt. En dus de vervolgvraag, dan blijft er nog 600.000 euro over in mijn eenvoudige berekening. En zou het niet mogelijk zijn voor de stichting die het gaat exporteren om dat bedrag bijvoorbeeld gewoon te lenen? En als je voor 2,5 miljoen aan onderhandse waarde hebt, dan moet het toch mogelijk zijn om daar een geldlening op af te sluiten. Dus wij hadden graag het iets concreter gezien, want meneer Reefman zei dat hij niet te vaak wil terugkomen hier. Nou, met dit soort van voorstellen moet u nog een paar keer, hè, want er mist nogal wat. En ik denk dat het voor iedereen wel een lieve deugd is om stappen te zetten die echt concreter zijn dan dit. Dank u wel, de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn ook weer enthousiast geraakt, dat waren we de vorige keer ook. Wat dat betreft, voor ons zien we duidelijk dat het MFA voor de Krim een hele centrale functie kan vervullen. Zeker als we daar de scholen bij betrekken, omdat we juist zo gecharmeerd zijn van een plek die als centrum in zo'n kern, waar allerlei verschillende generaties elkaar kunnen tegenkomen en ook met zoveel verschillende functies. Daarmee laat je duidelijk zien dat de Krim ertoe doet en dat mensen elkaar daar met elkaar het leefbaar kunnen houden. Wij zitten natuurlijk ook tegen dat hele grote geldbedrag aan te kijken. Het gat, er zijn vragen over de exploitatie gesteld, het is onderzocht, maar er blijft hoe dan ook een gat. We hebben in onze vorige bijdrage gevraagd of het college ook wilde uitzoeken hoe het zat met die sociale, die maatschappelijke hypotheek. En we vroegen ons af, daar lezen we eigenlijk niks over, of daar nog naar is gekeken. En wat ons betreft het bijbetrekken van de scholen, zoals de VVD ook stelt, daar zijn we ook hooglijk in geïnteresseerd als dat zou kunnen bijdragen aan het, op zijn minst voor een groot deel, dichten van dat gat. Dank u wel, de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor het college voor deze notitie. In mijn optiek, toch in tegenstelling van de VVD, is dit wat wij gevraagd hebben. Hè? Maak het gat inzichtelijk en laat een aantal aspecten zien. Maar goed, je leest ook op pagina 2, hè, er wordt een richtinggevende uitspraak gevraagd aan de gemeente betreffende ja, het investeringstekort. Nou, ik denk als wij als raad instemmen met dit voorstel, dat we al een hele goede stap in de goede richting zetten, ook voor de Krim. De uitdaging blijft natuurlijk die 1 miljoen. En ik zou ook het colleges willen uitdagen van welke mogelijkheden. De vorige keer hebben we de insprekers ook al horen zeggen, nou, we zouden best een gedeelte willen lenen. Ik hoor nu een stukje crowdfunding, eigen initiatief, subsidies. En wij zouden het college willen uitdagen om nog een volgende stap te nemen van wat is er allemaal mogelijk om die 1 miljoen te dichten. En we zijn even benieuwd of het college daar mogelijkheden toe ziet. Dank u wel. Dank u wel. CDA. Dank u wel, voorzitter. Een oriënterende ronde is niet alleen bedoeld om politieke vragen te stellen, maar ook om meningsvormend met elkaar voorstellen te bespreken. En juist dit voorstel biedt daartoe volop ruimte. Een oriënterende en meningsvormende onderdelen zal ik laten vormen, volgen door een tweetal vragen aan het eind. Hoe vaak hebben wij hier vanuit dit gemeentehuis in Hardenberg toch niet met een wat jaloerse blik gekeken naar het noorden van de gemeente? Naar de Krim met hun Krimse kracht. Als ik denk aan de aanleg van de kunstgrasvelden, de exploitatie van het zwembad van onder ons of het evenemententerrein, de inspreker heeft het ook aangehaald. De Krim, en dat zei de inspreker ook, is vaak een voorbeeld geweest voor de kracht van de samenleving. En die samenleving staat nu en stond enkele weken geleden weer bij ons op de stoep. Voor geld. Ja, zelfs veel geld. Dat is ook gezegd. In totaal vraagt de gemeenschap van de Krim om 1,5 miljoen bij te dragen aan een nieuw MFA. Plannen die dan, als ze uitgevoerd worden, vele tientallen jaren een fysieke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de Krim. Is hier nu met dat beroep op die 1,2 miljoen euro sprake van een trendbreuk bij de Krimenaren? Nee, niet als het gaat om de kracht van de samenleving, de daadkracht om gezamenlijk iets voor elkaar te krijgen. Wel een trendbreuk waar het gaat om de stap van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Niet meer plannen van de overheid, plannen gedacht en bedacht vanuit beleid, waar de burger uiteindelijk mocht meedoen, mocht participeren. Maar overheidsparticipatie, De burger, in dit geval de Krim, maakt een start als initiatiefnemer. Zij denkt vanuit mogelijkheden en vraagt nu van ons, raad en college, om dat te faciliteren. En dan vallen wij als raad en college, als we niet oppassen, terug in het oude stramien. Vinden we het lastig om het initiatief los te laten. Hoe graag we dat ook willen en dat ook hebben uitgesproken te willen. Vertrouwen op de kracht van de samenleving. Misschien is het wel goed dat de Krim ons met hun plan voor een MFA wakker schudt om de uitgesproken lijn van overheidsparticipatie ook vorm en inhoud te geven. De Krim heeft ons laten zien waartoe een multifunctionele accommodatie voor de Krim toe kan leiden. Heeft ons laten zien dat samenwerken werkt, zoals ze zelf als titel het plan van aanpak heeft meegegeven. En als je dat tot je neemt, dan kun je, misschien dan moet je, over een financiële sloot heen durven te springen. De financiën niet zien als een bedreiging, maar als een kans die het kan bieden om maatschappelijke effecten te bereiken. Leefbaarheid en samenleving, kracht van de gemeenschap. Durven wij die sprong te maken? Halen we de overkant? Bereiken we dat genoemde maatschappelijke effect, zowel op korte als lange termijn? Een MFA en misschien straks ook de scholen staan er niet voor een paar jaar. Daar is meer jaren inspanning voor nodig, van vrijwilligers, maar ook van bestuurders. Meer dan de helft van de investering van afgerond 2,6 miljoen zal volgens de planning opgebracht worden door, direct of indirect, de bevolking van de Krim. Voor 1,2 miljoen is er nog een gat en wordt eigenlijk een beroep gedaan op overheidsparticipatie. Voorzitter, het CDA heeft grote bewondering voor de Krimse kracht. Wij zien hier grote kansen. Zeker ook als je de gevraagde gemeentelijke bijdrage beziet in het licht van wat hier in de toekomst tegenover kan komen te staan. Voorkomen van €800.000 renovatie, die ook nog eens een keer half zo lang mee zal gaan. Mogelijkheden voor besparing op nieuwe scholen en verkoop van de grond onder de huidige scholen. Bij elkaar ook zo'n €400.000. Oftewel een rekensom van 1,2 miljoen ook onder deze streep. Ook met risico's. Dat realiseren we ons. Net zoals wij ook wel wat risico's zien bij het huidige voorliggende plan van de Krim. Want lukt het de dekkingsposten in de begroting ook daadwerkelijk te vinden? Dat is de eerste vraag die we voor de besluitvormende raad van begin januari graag beantwoord willen zien. We hopen dat college en werkgroep daar een gezamenlijk antwoord op kunnen geven. De tweede vraag die wij het college en bij de werkgroep neer willen leggen is hoe gewaarborgd wordt, onderbouwd kan worden, dat ook op langere termijn de exploitatie sluitend kan blijven. Dat er dan ook een bestuur is die verantwoordelijkheid wil en kan dragen. Of, zoals het in het rapport zelf ook is verwoord, de continuïteit van een stichtingsvorm is niet altijd voor langere termijn gegarandeerd. En de levensvatbaarheid van de stichting is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. In hoeverre kan bijvoorbeeld Beter Wonen ook hier een rol spelen? In het rapport Wikken en Wegen beschrijft zij haar procesrol en faciliterende rol voor het in goede banen leiden van de gehele planontwikkeling. Maar daarna, ook dat is een vraag die wij mee willen geven aan het college en de werkgroep. Kortom, wij willen graag zien dat het verantwoord is om 1,2 miljoen gemeenschapsgeld bij te dragen aan MFA in de Krim. Voor de leefbaarheid van een krachtig dorp voor vele tientallen jaren. Tot zover. Dank u wel. Mag ik het college vragen om... Voorzitter. Oh, ja, u stak uw hand niet op. Dus maar ik was wat bescheiden, maar ik heb een paar keer naar u gezwaaid. Ja, nou, hoewel ik wel natuurlijk begrijp dat na zo'n uitvoerig betoog van de heer Dogger... ja, ik misschien niets meer ertoe doe. Ja, in vervolg toch maar even duidelijker uw hand opsteken. Ga ik doen. Ja. Er is ontzettend veel gezegd en de Krimse kracht is inderdaad iets waar we hier in deze samen elders ook altijd roemen over hoe fantastisch het is. Dat brengt wel ons tot een dilemma. Waar halen we dan dat geld vandaan? De heer Dogger haalt de woorden in ieder geval uit mijn mond dat het gaat als er burgerparticipatie wordt gevraagd en er wordt zo'n inzet getoond, dan moet je op een of andere manier ook gaan belonen en overheidsparticipatie plegen. Met de vragen die door de andere partijen zijn gesteld heb ik slechts nog één vraag over. Is, heeft het college nog tijd om niet in de eerstvolgende raad, maar een langere periode te gaan nemen om de volgende stap te gaan onderzoeken, om de antwoorden te vinden die wij hier collectief hebben gesteld? Oftewel de termijn te verschuiven om tot een gedegen voorstel te komen waar het gat niet meer aanwezig is. Hoe lang is dat dan? Mag ik het college vragen een antwoord te geven op het gat en op de vraag of de scholen meedoen en duurzame exploitatie en de tijdsfactor? Zo ongeveer, voorzitter. Dank u wel. Ja, de raad, sommige fracties van de raad vragen mij een nadere duiding te geven van het gat te dichten. Beste mensen, die vraag ligt bij u, niet bij ons. Wij hebben aangegeven wat wij op basis van beleid, van ervaringen uit het verleden, wat wij verantwoord achten. Dat hebben we in het stuk gezet en als het goed is, is dat ook onderbouwd. Daarnaast heeft u bij monden van, dat was toen de heer Stelpstra van de ChristenUnie, die heeft gevraagd van kan u komen met een onderzoek. Daar heb ik ook aangegeven van een onderzoek lijkt mij niet nodig. We kunnen alles voor u op een rijtje zetten. We kunnen mogelijke alternatieven in de zin van renovatie, in de zin van als u de school erbij bouwt, in de zin van opbrengsten, kunnen we u allemaal aanreiken, maar het is aan u. Ja, u kan mij nog met 7 opdrachten wegsturen, ja, dat kan allemaal. Maar ik kan niet anders, als u het beleid niet aanpast, als u mij niet de ruimte geeft, kan ik niet anders dan met een conclusie komen zoals ik die in dit stuk heb verwoord. Ja? Dat heb ik u de vorige keer aangegeven. Ja, voorzitter. Toch, hè? U vraagt aan ons of wij financieringsvormen moeten gaan onderzoeken. Of wij... Kijk, wij hebben uiteindelijk het budgetrecht. En u heeft... in mijn optiek, of in de optiek van de ChristenUnie, uw opdracht goed voltooid. En u heeft ook snel dit stuk geproduceerd, waarin u het gat duidelijk maakt. Alleen de volgende vraag is, en dat hebben we de vorige keer ook aangegeven, wij zijn ook enthousiast over dit plan. En hoe kunnen we nu dat gat, samen met de Krim, dichtlopen? Welke mogelijkheden ziet u daarvoor? Wat voor vormen? Volgens mij is het niet onze taak dat wij gaan kijken naar renteloze leningen, groene hypotheken, al dat soort vormen. En dat is eigenlijk de vervolgstap. Hè? U heeft nu inzichtelijk gemaakt wat het gat is, wat binnen bestaand beleid mogelijk is. Maar ik merk dat er ook een wens is om te komen tot die realisatie. En daar komt dus nu een vraag bij of u daarmee aan de slag wilt gaan. Dus ik vind dat u nu een beetje makkelijk de bal weer terugschuift. Wij weten dat we dat budgetrecht hebben. Maar we willen kijken van, hey, hoe kunnen we die 1 miljoen samen met de Krim invulling geven? Meneer Prinsen. Goed, voorzitter. Mag ik daar aan het eind van mijn verhaal op terugkomen, voorzitter? Want dan werk ik liefst eerst even de punten af. Dan kom ik er aan het eind op terug, want er zitten volgens mij nog wel meer haakjes in het verhaal. Dus als je hem even wilt bewaren. Ja, de VVD geeft aan dat het geen sluitend voorstel is, maar ik heb al uitgelegd wat de bedoeling was van dit voorstel. En ook ChristenUnie en anderen hebben er al op gereageerd. En een van de punten die de VVD aanhaalt, is op zich best een heel interessant punt. Kun je niet de school naar voren halen, de scholenbouw naar voren halen, om zo in één keer dingen te doen. Misschien kun je dan nog wat meer voordeel halen. Alleen, ja, we hebben hier in dit huis op basis van voorstellen van schoolbesturen, is er een planning gemaakt in het kader van het integraal huisvestingsplan onderwijs, hoe die fasering gaat lopen. En dat kun je zo niet onderbreken, en dat kun je zo niet doorbreken, want er zijn al een serie scholen die zijn gewoon bezig met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe school, van een renovatie en dergelijke. En daar heeft u ook al wat kredieten voor beschikbaar gesteld inmiddels. Meneer Rodemond. Als ik daar even op mag reageren. Volgens mij hebben wij vrij recent een aanpassing gedaan op dat huisvestingsplan. Dat wil zeggen niet op de fasering, maar wel over die financiële consequenties. Dus in die zin Laten we niet allerlei oude afspraken ineens in beton gaan gieten, omdat dat nu iets beter lijkt uit te komen. Ik zou toch wel. Dat is wel een hele andere situatie, meneer Rodemond. Eens. En toch refereert de heer Prinsen naar een huisvestingsplan. Dat, ja, maar dat is wel vaker. Daar hecht ik ook waarde aan. Dan moet u niet nu de schijn wekken dat we een IAP gaan zitten veranderen. Ik vind dat de wethouder daar wel een punt heeft. Dat zijn afspraken die we met een hele hoop schoolbestuur hebben gemaakt. Laat ik het anders formuleren. Als wij een IAP hanteren en we zien mogelijkheden om daar winsten uit te halen, om de redenen die de heer Gelling heeft gesteld, wil ik dat wel proberen ter discussie te stellen. De heer Dogger stelde terecht dat dit een oriënterende ronde is die ook meningsvormend zou moeten zijn. Wat dat betreft. Nou, daarom geef ik ook mijn mening. Goed. Voorzitter, als u mij toestaat. Ik begrijp eigenlijk net al de hele discussie niet helemaal, want volgens mij ligt het juist in het plan vervat om op termijn, of om de huidige investering die nu voor ligt, zodanig vorm te geven dat daar op het moment dat de scholen aan de beurt zijn voor het IHP, voor de vervanging, om daar ook op in te haken en dat dan het voordeel wat genoemd wordt in het stuk ook dan gerealiseerd kan worden. En dan is het natuurlijk mooi om zo snel mogelijk die scholen te bouwen, maar uiteindelijk zit in het plan dat wel opgenomen. En dan denk ik, dan hoeven we nu niet te discussiëren om die scholen absoluut nu meteen naar voren te halen, want ze komen er uiteindelijk toch wel. Voorzitter, mag ik daar een korte reactie op geven? Meneer Gelling. Want op zich is dat juist, is de hele discussie wordt nu gevoerd in een soort van tegenstelling, terwijl we allemaal proberen volgens mij 1 miljoen te overbruggen. De DOG heeft ook gelijk, die 4 ton die komt wel, alleen daar heb je nu niet zoveel aan. Hè? Er is nu een gat van 1 miljoen. En daar kun je in ieder geval niet mee bouwen. En dan is het zo dat er een integraal huisvestingsplan ligt voor scholen. Maar soms zijn de omstandigheden zodanig dat je ook eens creatief moet proberen te zijn. En ik heb de portefeuillehouder meegemaakt de afgelopen 4 jaar als buitengewoon creatief. En de vraag is ook niet zozeer om dingen te gaan doen die in beton gieten of afgesproken zijn. De vraag is wel, als je iets wil bouwen, is er dan een mogelijkheid? En wat zijn de consequenties daarvan? En dat zou je zichtbaar kunnen maken. Wat gebeurt er precies als je overweegt om dat project in 1 keer te bouwen? Niet meer dan dat, als een overweging om eens te komen tot besluitvorming. Nu hebben we het ergens over, terwijl we niet exact weten wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn. Stel voor om de wethouder weer het woord te geven. Voorzitter, en ik stel voor dat ik niet meer inga op het verhaal van de school. Want volgens mij is daar al voldoende over gezegd. En ik heb aan het begin van mijn beantwoording gezegd dat op zich een interessante gedachte is. Ja, als je dingen in 1 keer kunt doen, heb je altijd synergievoordeel, maar hier liggen andere besluiten onder. Goed. Ja, zijn er andere mogelijkheden om de exploitatie dan wel de investering te dichten? Ook de Partij van de Arbeid maakte daar ook al in na de vorige inspraak opmerking over. Sociale hypotheek enzovoort. Dat hebben we niet uitvoerig besproken. Ik heb het met wel een paar mensen uit de Krim besproken. Maar dat betekent dat je gedurende een hele lange tijd inzet moet plegen als vrijwilliger op een bepaalde activiteit om zo geld te genereren enzovoort. Nou, daarvan was al heel snel in die groep de conclusie. Ja, we zouden niet meer weten wanneer we dat zouden moeten doen. Want we doen al het evenemententerrein, we doen al de ijsbaan, we doen al het zwembad, we doen al het sportterrein, we hebben al de krimpse kracht. Dus ja, daar zat niet zoveel ruimte in. En wij kunnen wel roepen van, nou ja, dat, als die kan zoals moet, dan moet maar zoals het kan. Maar dat lijkt me niet de goede route. Dus het was een waardevolle suggestie, maar in een dorp als de Krim, waar al heel veel mensen als vrijwilliger bezig zijn, is dat een hele lastige opgave. Voorzitter, mag ik daar nog een subvraag aan toevoegen? Om het zo maar even mevrouw Luiten. Behalve de sociale hypotheek hebben wij ook gevraagd toen dat de stichting bijvoorbeeld weliswaar, dat sluit ook een beetje aan bij het voorstel van de VVD, een hypotheek wellicht zou kunnen afsluiten en dat de gemeente daar een rand voor zou staan. Dat scheelt meestal ontzettend in de rente en dus in de aflossingslasten, waardoor het voor de stichting misschien een stuk betaalbaarder wordt. En dat, kom ik zo op terug. Ja, kom ik zo op terug. Als ik dan eventjes naar de fractie van de CDA kijk, die vraagt, als u nou al die zaken die genoemd staan, als u die nu meeneemt, hè, we hebben het gehad over renovatie, tenminste heb ik uw vraag begrepen, renovatie zit er voor 5,5 ton in. De sporthal, dat is ons gebouw, dat zullen we zelf moeten renoveren. Maar ook voor renovatie is het niet zo dat de gemeente voor 100% aan de lat is. Dus je kunt dat niet één op één zo meenemen. Als ik aangeef wat we in Bruchtenveld hebben gedaan, als ik aangeef wat we in Balkbrug hebben gedaan, dan is dat nooit die 100%. Dus die bedragen kun je niet één op één zomaar meenemen. Als je dan nog kijkt naar de opbrengst van de gronden, ik heb ook aangegeven, ja, als je zo ver vooruit wil kijken, is dat toch best risicovol. Ja, dat moet u zich wel realiseren. Dan de positie van Beterwonen, ja, daar ga ik niet over. Maar Beterwonen brengt zijn gronden onder de Rabobank, vroegere Rabobank, brengt die niet in. En vanuit de nieuwe woningwet is het niet zo makkelijk meer voor een woningcorporatie om dit soort maatschappelijke initiatieven te steunen. Dus ja, ik ga er niet over, maar ik wil dit wel even aanreiken. Dan de financiering. Natuurlijk hebben we daarover nagedacht. Voorzitter, of de laatste opmerking van de wethouder, van, daar wil ik wel even over nadenken, zei hij geloof ik. Hè? Of daar wil ik wel even benoemen, zei hij. Ja. Bedoelt hij daarmee dat hij dat richting Beterwonen Vechtdal wil benoemen om te kijken wat daar dan mogelijk is vanuit hun participatie? Ik wil alleen maar benoemen dat het een hele lastige zal zijn om een woningcorporatie, daar waar we in het verleden, nou met de Vest hebben we verschillende dingen gedaan, daar dat het onder de woningwet niet meer tot de mogelijkheden behoort. Daar is nou echt bijna geen toestemming meer voor te krijgen van de autoriteit wonen. Ja. Maar bijna niet is niet. Nee. Nee, klopt. Maar ziet u, of bent u bereid om dat gesprek met Beterwonen Vechtdal, om hun te betrekken in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook in de Krim, om daar toch nog over in gesprek te gaan? Nee, maar laat ik zeggen dat Beterwonen al behoorlijke betrokkenheid heeft getoond in het voorwerk, in het onderzoeksrapport wat ook ergens bij is gevoegd. En die hebben, net als de gemeente en net als de huidige stichting, of volgens mij stichting, ja, Stichting Dorpshuis, die hebben ook, net als wij, het convenant ondertekend om onze gronden, onder onze gebouwen van nu, om die niet in te brengen. Ja, en... Ja, voorzitter, met alle respect, dat heb ik gelezen, daar heb ik kennis van genomen, maar mijn vraag is aanvullend, omdat Beterwonen Vechtdal ook zelf een rapport heeft opgesteld, Wikken en Wegen, of Beterwonen Vechtdal binnen misschien die hele kleine marges die ze heeft vanuit de wetgeving vanuit het Rijk, toch ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen in deze en kijken of zij, al was het maar in de ondersteuning, op langere termijn, want je hebt natuurlijk wel iets voor neer te zetten voor 40 jaar en Beterwonen is ook natuurlijk... wat dat betreft een maatschappelijke organisatie die op langere termijn kijkt, of ze daar toch in zou kunnen participeren. Het gaat misschien niet alleen om geld, maar het zou ook kunnen gaan in ondersteuning. Zou kunnen. Natuurlijk heb ik de bereidheid om dat te vragen, maar ik heb ook wel signalen van de voorgaande gesprekken gehad en ik weet wel ongeveer hoe lang die polstok is. Dat is ons wel geworden, maar ik heb natuurlijk altijd de bereidheid om nog een keer aan tafel te gaan met Beterwonen om dat ter bespreking neer te leggen. Goed, en nu die financiering. Als je kijkt, er ligt een investeringswens van 2,5 miljoen. Dat hebben wij laten toetsen. Gewoon door een marktpartij nu. Op basis van gevelbeelden, oppervlaktes en functies is daar een bedrag uitgekomen die in de buurt ligt. Ja, ik kwam geloof ik een ton hoger, maar goed. Ja, het is in deze fase ook heel lastig om precies te zeggen wat de investeringsbegroting is. Maar als u het overzicht bekijkt, wat er aan dekking is... Ja, dan ziet u dat daar bij die dekking, daar zit niet zo gek veel vreemd geld in. Want zo gauw je vreemd geld binnenhaalt, stel dat ze zeggen van, wij gaan de helft van die miljoen, die 5 ton, die gaan we uit de markt halen. En dat gaan we aflossen in, nou, 30 jaar. Ja, dan kan iedereen wel uitrekenen dat dat per jaar een kleine 20.000 is. Als je dan ook nog, ook al staan wij garant, een hypotheek sluit met 2% rente, komt er nog eens een keer een 10.000 bij. Kortom, er komt druk op die exploitatie. En we hebben ook samen met de werkgroep wel geconcludeerd dat die exploitatie niet te veel kapitaallaast nog kan hebben. Ja? Dus we kunnen wel allerlei hypotheekverzoeken uit laten gaan. En we kunnen als gemeente, zou je zelfs nog een hele, ja, en dat is in heel uitzonderlijke gevallen mag dat, mits dat een heel nou ja, een zwaarwegend maatschappelijk doel dient. En dan zou je zelf nog een financiering kunnen verstrekken, doen we eigenlijk nooit. Ja, heel laag rente, maar je moet op enig moment terugbetaald. Dus je hebt in je jaarlijkse exploitatie heb je gewoon die aflossing zitten. Nou, je ziet zelf, die ruimte in de exploitatie is niet zo groot. En we hebben ook, en die vraag was er ook van, nou, hoe kijkt u naar die exploitatie? Nou, er is heel veel van oud naar nieuw gebracht. Er liggen wat nieuwe afspraken onder. En we hebben zelf ook als college geconcludeerd, hij is goed sluitend. Maar wij weten niet hoe bijvoorbeeld dat horecadeel zich gaat gedragen. Ja, er gaan de dorpsfeesten en zo gaan straks vanuit het nieuwe MFC, MFA. En dat zijn altijd wel hele mooie kerstkous. Alleen, daar zit nog wel een risicootje in. Als je dan er nog meer druk op gaat leggen door vreemd geld te gaan halen. Ja, ik zou het de werkgroep niet aanraden. Maar goed, daar is de werkgroep ook zelf verantwoordelijk in. Maar ik vind het een risicovolle. Daardoor wordt het project in de investering misschien wel haalbaar. Maar in zijn exploitatie wordt die veel lastiger, lijkt mij. Voorzitter, ja, tijd voor volgende stappen. Ja, we kunnen nog heel veel tijd nemen natuurlijk met elkaar. Maar ik ga er toch vanuit dat u als raad hier, nou, u bent er niet met z'n 31, maar met z'n 31 toch in staat bent om een richtinggevend iets mee te geven. Of u zegt, college, die 2 ton, dat heeft u eerder zo gedaan, dat vinden we goed. Of u zegt, nou, dit is toch wel wat een uitzonderlijke situatie, of misschien willen we wel naar nieuw beleid toe. En anticiperend op nieuw beleid vanuit de gedachte van overheidsparticipatie, geven wij u dit mee. En ja, het gaat om geld. En u kan er nog hele mooie verhalen verder van maken, maar het gaat om de centen die ze nodig hebben in de Krim om die investering te doen. Onze opvatting kent u. En volgens mij moet u met elkaar in gesprek en moet u een knoop doorhakken. En natuurlijk wil ik nog kijken naar externe financiering. Maar nogmaals, dat gaat volgens mij het probleem niet oplossen. En het zou wel eens kunnen betekenen dat het voor de duurzaamheid van het complex alleen maar een structureel probleem oplevert. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel. Volgens mij heeft de ChristenUnie de vorige keer al duidelijk een richting aangegeven. Wij zien graag een nieuwe MFA in de Krim gerealiseerd worden. Alleen de vraag is, hoe gaan we dat financieren? Volgens mij gaf de wethouder net zelf ook een aantal aanknopingspunten. Hij had het over, hè? Een zwaar maatschappelijk belang. Nou, als ik de bijdrage van de Krim hoor en ook de opkomst zie, dan kan je daaruit wel een zwaar maatschappelijk belang uit opmaken. In ieder geval, zo leeft het bij de mensen. En ik denk als we naar de Krim kijken, dat we dat ook wel mogen concluderen. En dan geeft u aan van, nou, dan zijn er wel andere financieringsvormen mogelijk. Nou, ik zou zeggen, onderzoek dat en laat het even aan ons weten. Prins. Ja, volgens mij valt er niet zoveel te onderzoeken, want ik heb ook al aangegeven, elke financiering, elke lening die je verstrekt, ja, die moet terugbetaald. Geeft druk op de exploitatie en we moeten juist zorgen dat we dit soort voorzieningen hebben we vaker gedaan. Dat doen we ook met privatiseringen. Dan willen we niet van alles over de schutting gooien. Ja, aan de kop zeggen we dan altijd wegfinancieren. Hè? Dat zie je vaak bij de privatisering in de sport. En daarna willen we wegblijven. En dan moet je een dorp niet opzadelen met een exploitatie die ze gewoon op de long run niet kunnen draaien of die onder druk komt te staan. Dus nogmaals, ik kan zo voor u uitrekenen. Ik vind het ook prachtig hoor, dat u dat aangeeft en dat u eigenlijk een soort bescherming wil bieden voor die exploitatie. Maar ik hoorde de inspreker ook zeggen van we willen ermee aan de slag. We willen crowdfunding gaan doen. We willen andere acties gaan doen. Staat allemaal al in de begroting meegenomen. Voor crowdfunding is een bedrag opgenomen van 2 ton. De huidige kavels om het complex wat vrijvalt, 2 ton. 370.000 subsidie en fondsen en de besparingen door zelfwerkzaamheid en zowel in arbeidsloon als in materieel, ook een bedrag van ruim 6 ton. Zijn allemaal al meegenomen. En dan dat is het maximaal haalbare vanuit de Krim, in uw beleving. Als wij kijken naar subsidies en collega De Vent en ik, omdat collega De Vent die zit meer vanuit de inhoud, uit het programma zit hij in, hebben we steeds gesprekken met de werkgroep. Hebben we ook geconcludeerd dat 370.000 euro aan subsidies en fondsen, dat is nog een beste opgave. Ja. Ja? Crowdfunding, 2 ton, vergis je er niet in. Ja, dat is een forse opgave. Ja, maar u zou daar, in uw besluit, zou u daar voorwaarden voor op kunnen nemen. Als het ene wat meer is, dat ander dan wat minder wordt of zo. Maar goed, nu ga ik aan de oplossing zitten sleutelen. En volgens mij moet u komen met, dit willen we wel en dit willen we niet. Dus in uw optiek hebben we maar 1 vraag te beantwoorden, is of wij 1 miljoen willen bijplussen. Of een ander bedrag. U zegt het maar. Ja, voorzitter. Meneer Gelling. Ik wil graag nog een aanvullende vraag stellen, want ik kom eigenlijk tot eenzelfde conclusie. Hè. We hebben hier wel een heel stuk voor liggen, maar de dingen die niet kunnen, daar ben u duidelijk in. Hè. U wil het niet meer hebben over de scholen en de sociale hypotheek of iedere vorm van financiering is ook niet haalbaar. Kom ik toch even terug op 2 dingen. Dat is dat miljoen of ieder ander bedrag. En de inspreker zei het ook al, ja, dit is een unieke situatie en alles is maatwerk, maar dat horen wij natuurlijk bij ieder dossier hier in deze zaal. En ik heb u vaker gehoord zeggen bij gelden die naar sport aangelegen moet ook van, ja, ik kan het niet doen, want als ik het een geef, moet het ander ook. En met 29 kernen is dat zo. Is het ook zo hier om een overweging te maken die eigenlijk voor iedereen geldt, los van de waardering die we natuurlijk hebben voor de kern, maar dat geldt ook voor andere kernen. Dus blijft over de vraag dan, als het inderdaad zo platgeslagen wordt als meneer Stelpstra net zegt, er moet gewoon een bedrag beschikbaar gesteld worden. Wat heeft dat in uw beleving voor consequenties voor andere vragers die we hier de komende tijd krijgen? Wat schept dat voor precedent? Wat kunnen we daarmee? Dat is één. En twee is, als u dan niet over scholen wil praten, het bedrag van de 4 ton komt wel. Wat gaat u daarmee doen? Boekt u die ergens in? Wordt die gegeven? Houdt de gemeente dat? Er zijn de tijd in 2023, als het dan komt, heeft de Krim daar niks aan. Wat gaat u daarmee doen? Dan gaat u er al vanuit dat we de situatie realiseren met die 1 miljoen. Daar gaat u dan even, dat veronderstelt u even, wat ga ik dan met die 4 ton doen? Daar ga ik niks mee doen. Ik volg alleen de cijfers die in het voorstel staan. Nee, maar kijk, wij hebben niet aangegeven in ons stuk dat u dat in zou moeten zetten. Maar we hebben een zo volledig mogelijk beeld willen geven van wat als. Ja? En nou, die 4 ton, dat is vestzak, broekzak. U geeft, stel dat u akkoord gaat met die miljoen, dan geeft u volgend jaar 1 miljoen uit. En over een x-aantal jaren krijgt u 4 ton terug. En dat is vestzak, broekzak binnen de gemeente. Niet meer en niet minder. Ja, dus praten we over 6 ton dan, hè? Als we hem even in de tijd zetten, dan kunnen we kapitaliseren. Maar nu blijft dan de vraag, die 6 ton... Die 6 ton, we hebben hem al netto contant gemaakt na 2020 of 2023, weet ik. Hij is netto contant gemaakt, al de bedragen die hier staan. Goed, maar dan pinnen we die vast, hè? 600.000 euro. En wat als dat bedrag zou worden ter beschikking gesteld bij raadsbesluit, wat is dan in uw beleving de consequentie daarvan voor andere vragers die wij hier gaan verkrijgen voor zelfde gelijksoortige projecten? Ja, als u het beleid niet aanpast, dan zullen elk ander verzoek waar die komt, zullen we op de wijze behandelen zoals het in ons beleid is vastgelegd. Als u zegt, met de toekenning van dit bedrag, zegt u ook, college, wij geven u de opdracht, inventariseer eens. In welke dorpen is er nog een vraag? En dat kunnen we voor u doen. En zou u ook eens kunnen kijken wanneer er wat aan de orde komt en welk beleid wil u daar dan bij hebben gegeven? De richting die u nu kiest voor de Krim. Maar wij kunnen niet anders. Als u uw beleid niet aanpast, kunnen wij niet anders zeggen dan. Ja, ook de volgende die hier aanklopt, dit is ons beleid. Ik bedoel, ik ken nog de discussie hier over de korfbal in Kloosterhaar, waar uw raad ook uiteindelijk besloten heeft om het wel te doen. Terwijl ik zei, ja, het zit niet in ons beleid, het zit niet in onze planning. Nee, maar ik vind het een heel mooi voorstel wat u doet, want we kunnen heel veel van de instanties opnoemen die meer vragen dan in beleid past of ter beschikking gesteld wordt. Dus wat mij betreft neem ik graag uw aanbod aan om eens te inventariseren waar we het over hebben. Wat is een verandering van beleid, wat heeft dat voor financiële consequenties voor, laten we zeggen, de komende 4 jaar, als u toch een meerjarenbegroting maakt? Voorzitter, meneer Dogger. Ik even reageren als het goed is op wat de heer Gelling inbrengt. Want ik hoor hem zeggen van oké, we hebben een gat van 1 miljoen. Daar zouden we op termijn die 4 ton weer kunnen terugbrengen die verwacht wordt uit de verkoop van de grond. En door het samenvoegen van de scholen bij de sporthal, die is die 4 ton. En dan zegt hij dus van dan hebben we eigenlijk nog een gat van 6 ton. Laten we dat beschikbaar stellen. Maar ik denk dat de Krim op dit moment met 6 ton niet uit de voeten kan, want dan blijft die 4 ton er nog in zitten. Je zult dan wel 1 miljoen beschikbaar moeten stellen en dan zul je weten dat je op termijn daar als gemeente iets op terugverdient. Nee, maar dat zei ik net. Maar goed, dat is wel een juiste samenvatting van wat ik in ieder geval heb gepoogd te zeggen, meneer Dogger. Dan hebt u het goed samengevat. Met andere woorden, u bent wel bereid om over die miljoen na te denken. Nou, kijk, weet je, ik vind dat daar geen alternatief is, want dat heb ik heel goed gehoord net bij de inspreker. Er moet hier iets gebeuren. We zijn het er allemaal over eens dat het water naar de zee dragen is om heel veel geld te investeren in een situatie die eigenlijk niemand wil, hè, want dat is wat er anders voor ligt. Maar wat ik ook heel duidelijk vind, en daar gaan we hier wat VVD-fractie betreft in ieder geval niet de Krim stroop om de mond smeren en dat anderen uit de mond te halen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dat geldt voor iedereen die hier met een vraag komt. En dan vind ik de vraag gerechtvaardigd. De wethouder zegt heel duidelijk, als u dit ter beschikking stelt, wijkt u af van beleid zoals het hier gevoerd wordt. Nou, dan, dat geeft een precedent. Wij zijn hier gehouden aan beginselen van behoorlijk bestuur. Doe je het een, dan mag een ander erop vertrouwen dat het voor hem of haar ook geldt. Vind ik het wel een interessante gedachte ervan uitgaan dat in de Krim de zaken gerealiseerd gaan worden. Om in ieder geval inzichtelijk te hebben wat dat voor consequenties heeft voor de meerjarenplanning in deze gemeente. Dat klopt, voorzitter. Alleen met een raadsbesluit maken we geen nieuw algemeen beleid. Het algemene beleid blijft staan. Dat is ook wat de wethouder zegt. Maar het is aan de raad om in incidentele gevallen af te wegen of de raad wil afwijken van het beleid. En daarmee schep je geen precedent. Daarmee schep je wel de duidelijkheid naar de gemeenschap toe, dat als daar ook goede plannen ontstaan, dat die ook door de raad serieus worden bekeken. Dat is geen toezegging, geen precedentwerking, want daarvoor hebben we gewoon het beleid en daar werkt het college mee. Dat heeft het college in het stuk ook aangegeven. Het is aan de raad om een politiek besluit te nemen. Mevrouw van den Hoek. Nou, ik heb toch een beetje moeite met deze discussie. De vorige keer dat Lutten hier zat voor school, werd er gezegd, al deze mensen zijn hier, moeten we even fixen. En dit keer lijkt het ernaar alsof we kerstman moeten spelen, zodat iedereen er veilig door kan komen. En ik snap uitstekend dat dit heel erg belangrijk voor iedereen is. Maar het gaat wel over 1 miljoen. En volgens mij zitten we in een verkiezingsperiode waarin in ieder geval het collegeakkoord nog geldt tot 21 maart. Waarin we behoedzaam met onze centen om moeten gaan. Een aantal fracties zijn daar 4 jaar goed mee bezig geweest om dat elke keer naar voren te brengen. Dus ik snap wel het sentiment en die deel ik ook. We gunnen het ze ook. Maar ik vind wel dat, maar dat vinden wij als GroenLinks, hoe graag we het ook toewensen en hoe graag we dit cadeau ook dit jaar zouden willen geven, wij vinden het wel precedentscheppend. En als daar wethouder zegt dat er een nieuw collectief beleid moet komen, zodat we niet elke keer wanneer een groep komt dit verhaal moeten hebben, coalitie Balkbrug is er ook. Daar gaat ook over een dergelijk bedrag. Misschien moeten we een ander beleid gaan maken en richting de verkiezingen maar eens goed kijken of we dit structureel niet beter kunnen aanpakken. Ik vind het nogal hapsnap en ik snap wel wat de wethouder zegt ditmaal. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog een mooi bruggetje die mevrouw van den Hoek geeft naar het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Daar ben ik haar dankbaar voor. Want daarin staat onder andere dat wij graag willen sparen voor dergelijke grote investeringen. En ik heb het volgens mij de vorige keer ook al genoemd. Wat ons betreft zou het mooi zijn als wij een mooi resultaat hebben op onze resultaatrekening. Dat we daar een deel van een dergelijke investering van zouden kunnen betalen. En ik ben even benieuwd wat de wethouder van dat idee vindt. Voorzitter, mag ik nog 1 aansluit daarop maken? Meneer Gelling? Want dat is eigenlijk precies wat ik ook poogde aan te geven net. Ik vind ook dat als je het hebt over leefbaarheid in de kernen, dan moet je ook uitvoering geven aan de gedachte. Maar, en daar sluit ik aan bij meneer Stelpstra, wel vanuit de gedachte, en anders dan meneer Dogger zegt, als je het voor het een doet, gelden de maatregelen wat dat betreft, en daar staat onze fractie in ieder geval pal voor, ook voor een ander. En dat houdt dus in dat je moet sparen inderdaad, dat je zorgzaam met je middelen om moet gaan, juist om te kunnen faciliteren de vragen die komen vanuit de samenleving. Dat is belangrijk, maar je moet weten waar je het over hebt. Want anders dan de fractie van de CDA vinden wij heel duidelijk, als je het een faciliteert en je schetst daar een normenkader van wat afwijkt van het huidige beleid, dan vind ik dat een ander diezelfde maatregelen zou moeten kunnen krijgen. Voorzitter, ik wil graag, als u het goed vindt, in herinnering roepen wat we bijvoorbeeld in Gramsberg gedaan hebben. Een heel groot centrum neergezet, volgens mij ging dat ook buiten de beleidskaders om. We hebben in Bergentheim, hebben wij ook gekeken en ook geïnvesteerd in voor elkaar de voorziening. We hebben daar ook uitgesproken als raad dat wij ook de problemen die daar zijn ten opzichte van de sporthal, dat wij dat ook willen oppakken. Zo hebben wij wel meer voorbeelden dat we zeggen van het college heeft de opdracht gekregen binnen het beleid wat is vastgesteld om daar voorstellen aan de raad te doen. Maar als er projecten liggen, vragen vanuit de gemeenschap, zoals in dit geval bijvoorbeeld van de Krim, dat het buiten het beleidskader valt, dat het uiteindelijk het primaat van de raad is om daarover te beslissen. En dan is het maatwerk en dan is het geen precedentwerking. Elk plan zal, en daar heeft de raad hier ook meer keer een voorbeeld van gehad en ook mee ingestemd, dan wel gewijzigd. We kijken naar de plannen aan zich en dat schept geen precedent voor anderen. Voorzitter, nog een laatste opmerking wat mijn fractie betreft. Ik vind het mooi dat u dat zegt, want er zijn dus kennelijk zoveel voorbeelden aan te halen van activiteiten die afwijken van het beleid. dat het gewoon een keer tijd wordt, en dat is ook wat de wethouder net zei, om dat beleid te herzien. En de enige vraag die mijn fractie daar stelde is, voordat je overweegt om beleid te zien, juist om te voorkomen dat al die incidenten nog veel groter worden, waarbij heel veel belangen en heel veel betrokkenheid van de burgers is, denk ik, al voordat je overweegt om het beleid te veranderen, dat het in ieder geval goed is om zichtbaar te krijgen wat dat voor consequenties heeft als je beleid verandert. Voorzitter. Zo leuk. Ik hoor dit nou een tijdje aan en ik ben het niet eens met de VVD dat dit precedent betekent dat iedereen die straks iets wil automatisch ook iets moet krijgen omdat de Krim dit zou hebben gekregen. Ik denk dat juist, wat dat betreft ben ik het zeer met meneer Dogger eens, wij als raad bepalen of iets zo bijzonder is dat we een uitzondering willen maken op dat nieuwe beleid. En in dit geval, ik kan zo een aantal criteria noemen waar gewoon een nieuwe kleedhal voor een sportvereniging niet aan voldoet. Namelijk zoveel draagvlak in de gemeenschap, zo'n lange toekomst, zo'n centrale functie in het dorp. Maar, meneer Gelling, daar komt nog bij, u zegt ik wil graag nieuw beleid maken. 21 maart volgend jaar is er, daarna is alles anders en dat lijkt me een uitstekend moment om al dat soort beleid nog eens een keer te gaan bespreken. Ik vind alleen wel, en dat heeft de wethouder ook eerder gezegd, ik vraag me af of wij niet mans genoeg zijn om gewoon nu wel de volgende keer een besluit te nemen. Want je kan toch moeilijk de Krim nog eens een keer met z'n allen laten terugkomen. En bovendien, het lijkt me dat de burgers van Hardenberg dan allemaal kunnen stemmen waar ze voor of tegen zijn. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, nog één opmerking. Ik vind het een hele rare opstelling die de fractie van de Partij van Arbeid maakt. Juist omdat de wethouder aangeeft dat de korfbalvereniging een paar nieuwe buitenbeleid om nieuwe kleedkamers kreeg. En u zegt net, ja, de voorwaarden moeten zodanig ernstig zijn om van het beleid af te wijken. Ik denk dat de rits van voorbeelden die meneer Dogger net aanhaalt zo groot is. En heel prettig hoor, dat zoveel mensen vragen hier om hun initiatief beloond te zien. Dat het gewoon eens tijd wordt van ander beleid. En ik vind wel heel sterk, als je als overheid een bepaalde activiteit faciliteert, dat je wel van hele goede huizen moet komen, laat ik hem omdraaien, om er bij een volgende activiteit niet te doen. Voorzitter, we hebben als raad, als politieke partijen, hebben wij een college opdracht gegeven om een coalitieprogramma uit te voeren. Dat wil niet zeggen dat wij daarna 4 jaar lang rustig in onze stoel blijven zitten en denken van dat is het beleid en dat zijn de kaders en daar komen we geen millimeter buiten. Daarvoor hebben wij, vind ik, als raad de politieke verantwoordelijkheid om ook plannen, initiatieven of wat er maar langskomt te beoordelen als die niet helemaal volgens het beleid lopen. Daarvoor zijn wij hier gekozen. Niet alleen om eenmalig een coalitie samen te stellen met wethouders en een burgemeester, maar om ook om 4 jaar lang voor de gemeente bezig te zijn, voor alle inwoners. Zeker, maar u zegt net die niet helemaal lopen volgens het programma, terwijl uw eigen portefeuillehouder hier zegt dat dit voorstel afwijkt van de regels zoals die nu geldt. Dat is toch iets anders. Maar goed, nogmaals, ons verzoek zou zijn, maak eens inzichtelijk, is er geen behoefte aan verandering van beleid? Nou, voor ons betreft wel. Wij zouden graag willen faciliteren de initiatieven die komen uit de maatschappij, maar dan wel volgens een bestendige lijn waar iedereen zich aan kan houden en van tevoren ook weet hoe die het moet indienen en waar hij aan moet voldoen. Dat lijkt mij duidelijk. Voorzitter, mag ik nog even? Ja, meneer Rodemond had ook nog een vraag. Oh. Dus, meneer Rodemond. Nou, ja, voorzitter, dank u wel. Als we dan toch een rondje maken met meningen over dit punt, dacht ik van dan doe ik ook maar een duit in het zakje. Dit voorstel wat nu voor ligt gaf mij niet direct aanleiding tot het wijzigen van beleid, maar de handreiking van de wethouder vond ik wel een interessante. Omdat hij daarmee eigenlijk zegt van nou ja, we moeten hier wel mee voort. Maar tegelijkertijd zie je ook een beweging in de maatschappij dat dit wat vaker zou voor kunnen gaan komen. En daarmee kun je natuurlijk wel weer kijken naar wat er eerder is gebeurd. Nou ja, we hebben de voorbeelden gehoord. Dus in die zin zou mijn mening eerlijk gezegd zijn, en dat zou ook de richting zijn die ik de wethouder wil meegeven. Van ja, laten we dit voorstel maar als zodanig bekijken en hoe gaan we die investering nu rondmaken met elkaar. Hè? Dat zal deels vanuit de gemeente en deels ook vanuit de samenleving zelf moeten komen wat mij betreft. En daarnaast moeten we denk ik ook eens een keer gaan kijken en misschien moet dat na 21 maart, misschien moet het er ook een beetje daarvoor al. Wat moeten we met deze vorm van beleid voeren? Wat moeten we met die dorpen die allerlei wensen hebben, waar we misschien wel, misschien geen geld voor hebben met elkaar? En ik zou zeggen dat zijn 2 sporen wat mij betreft op dit moment. Oké, dat houdt de Prinsen. Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch nog een keer proberen om aan te geven wat de positie van het college is in deze. De positie van het college is bij dit soort aanvragen dat we kijken van Wat is bestendig beleid? En de heer Dogger, en er zijn meerdere mensen die het hebben aangegeven. En het is aan de raad om te zeggen, nou wij zien hier een unieke casus in. Dit is een uniek geval, hier moet maatwerk komen. U heeft mij de opdracht gegeven voor wat betreft de sporthal in Bergentheim, los dat op. Ik heb de opdracht gekregen van u, ja, op basis van beleid, zei Kloosterhaar, ik kan u op dit moment niet helpen met uw kleedruimte. De raad heeft gezegd, we vinden dit zo'n situatie, die mag niet langer voort blijven bestaan. Ja? Nou, moet je nu alles gaan vervatten in beleid? Dat kan, want dan blijft het college achter die tafel zitten, die vinkt af en die zegt, voldoet aan het beleid of voldoet niet aan het beleid. Ja, kijk, wij kunnen, ik denk dat het vrij gemakkelijk is om beleid te maken voor hoe gaan wij dit soort zaken faciliteren. Ik denk niet dat het echt ingewikkeld is, maar dan hebben we beleid en dan komt dorp X en die zegt, ja maar wij zijn nu net iets anders. Dus het mooie van de democratie is ook dat u hier met elkaar zit en u zelf daar uw afwegingen maakt en u zelf ook kunt verantwoorden waarom u hier zegt, doe maar 100 euro en waarom u daar zegt, doe maar 150 euro. Dat is nou een keer zo, dat is ook uw rol, dat is ook uw taak. Denk dan. En u mag het bij mij terugleggen. Als u het bij mij teruglegt, gaan we beleid maken. Want zo doen we dat in dit land. Dan hebben wij het spoorboekje. En op basis van dat spoorboekje zeggen we of we wel of niet instappen. Dus dat eventjes nog als een soort nabrander. Ja, volgens mij, voorzitter, is alles wel besproken. Ik hoor graag of ik nog huiswerk krijg. We zullen het meemaken zometeen. Zijn er nog vragen blijven liggen? Ja, ik had nog gevraagd wat de portefeuillehouder van ons idee vond, wat we al eerder hebben ingebracht. Om het beschikbaar te stellen uit het rekeningresultaat van deel. Ja. Ja, kijk, je kunt allerlei dekkingsbronnen aandragen. Je kunt zeggen, we halen het uit de algemene reserve. U kan zeggen van nou, het rekeningresultaat, ik ken het rekeningresultaat niet. Maar nogmaals, dat kunnen wij als advies aan u aangeven op het moment dat we het rekeningresultaat kennen. Maar u gaat erover. Niet ik, niet het college, u gaat erover. En ik snap dat het een lastige verantwoordelijkheid is om iedere keer dat soort dingen te wegen. Maar kijk, als u hem bij mij neerlegt, dan krijgt u het voorstel, zoals dat onder punt 1 is genoemd. En daar hebben we volgens mij voldoende over gezegd. Meneer Gelling. Nou, voorzitter, dat is mijn vraag, want ik begrijp het niet helemaal. Want nu gaat dit raadsvoorstel ter behandeling na de raadsvergadering. En daar staat dan in dat we kennis nemen van een tekort van 1 miljoen. En dat is wat hier staat. En daar kunnen ze in de Krim volgens mij niet van bouwen. Wethouder Prinsen. Maar, voorzitter, ik weet ook dat de heer Gelling van het bestaan van amendementen weet. Nee, dan is het duidelijk, voorzitter. Dus dan kunnen wij de komende 14 dagen in overleg gaan hoe we dat gaan dichten dan. Dat is de vraag. Oké, nou duidelijk. Goed. De vraag die nu voor ligt, wordt dit een bespreekstuk of wordt dit een hamerstuk? Voorzitter, wij willen dit graag als bespreekstuk amenderen. Want wij willen heel graag dat er straks ook een uitspraak komt waar de Krim mee verder kan. In elk geval die duidelijkheid geeft wat het politieke besluit van deze raad is. En we zijn ook voornemens. En we willen ook heel graag dat in de aanloop naar die besluitvormende raad zouden wij graag met partijen hier in deze raad in overleg over de dekking van dat bedrag. En de heer Stelpstra deed net aan het voorstel. Ik denk dat wij als raad best onze verantwoordelijkheid daarin kunnen nemen om straks in januari ook een besluit te nemen. Dank u wel. Yep. Het is wat ons betreft ook een bespreekstuk. Maar we zijn wel even benieuwd of zou maar zeggen, we dan weer zo'n lange bijdrage van het CDA kunnen verwachten. Voorzitter, wat ons betreft ook een bespreekstuk. Maar ik wil daar graag nog aan toevoegen dat we graag aan dat overleg deelnemen. Goed voorstel, meneer Dogger. Goed, daarmee wil ik dit punt... Ik zie mevrouw Kelder nog. Ja, de vraag van de heer Dogger, daar willen wij ook graag mee verder werken om uit te zoeken en samen met de heer Stelpstra om te kijken waar we dat gat mee kunnen dichten en of we daar samen uit kunnen komen. En ik denk dat dat gaat lukken. Oké. Goed, daarmee wil ik dit punt afsluiten. En ik wil even schorsen om mensen die mochten besluiten naar huis toe te gaan, om die de gelegenheid te geven. Oké, ik schors de vergadering voor 5 minuten. We gaan verder met de agenda punt 5. En ik even inventariseren wie daar het woord wil voeren. Meneer Mulder, meneer Kloekhorst, meneer Rodemond, Bak, meneer Odink en meneer Breukeman. Meneer Breukeman. Ja, voorzitter. Dank u wel. Het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van Aldi op het Mercator-terrein. Daar is ook het nodige over gecommuniceerd, zal ik maar zeggen. Al dan niet via raadsbrieven, pers of waar dan ook. Ik constateer echter ook dat deze discussie zich al veelvuldig heeft voorgedaan tijdens het vaststellen van de detailhandel structuurvisie. Een structuurvisie die gaat over ook de fysieke infrastructuur rondom de centra. En een structuurvisie die eigenlijk de realisatie van compacte centrumgebieden voorstaat. En hoe mooi ook om te lezen, nog even in het besluitenlijst van 4 augustus 2017... dat het voorstel van het college daaromtrent met algemene stemmen is aangenomen. Wou ik toch even ter beginsel ter herinnering roepen. Om die reden dat namelijk het verzoek dat voor ligt niet past binnen die detailhandel structuurvisie. En als CDA zijn we op dat gebied ook niet van mening veranderd. We zijn nog steeds voorstander van de compacte centra, ondanks dat we ook wel begrijpen dat er voor al die nodige problemen zijn. En als ik dan ga over die problemen, voorzitter, heb ik eigenlijk in de eerste termijn maar één belangrijke vraag. Ik lees allerlei, ook, nou, toch wel wat insinuaties in brieven, suggesties. Wordt gesproken over, citeer ik even uit de brief van gisteren, het college overlegt niet. Er zal geen contact zijn geweest, men is pas een week van tevoren op de hoogte gebracht. Ik lees ook vanmiddag in de lokale media daar een persbericht over belangen zouden zijn geschaad. Gemeente Hardenberg denkt niet met ons mee. Grote woorden allemaal die we ook eerder in deze raadzaal wel gehoord hebben. En waar ik toch ook wel grote moeite mee heb. Om die reden dat als het gaat om de vestiging van Aldi in Dedemsvaart, het niet zo is dat het aan deze raad of aan deze gemeente ligt, dat Aldi daar maar moet vertrekken of wat dan ook. Men kan wel een verzoek indienen waarbij een besluit wordt opgenomen dat Aldi zal verdwijnen uit Dedemsvaart, althans uit van de huidige locatie. Maar dat is geenszins datgene wat het CDA voorstaat. Wij zeggen alleen dat verplaatsing naar Mercator niet past in het beleid van ruimtelijke ordening, zowel van de gemeente als van de provincie. We hebben daar ook elders in de landen genoeg voorbeelden van gezien. Maar ik zou het college wel willen vragen, en dan mag dat wat mij betreft best wel kort, om nog eens even heel helder uiteen te zetten hoe het proces in de communicatie richting Aldi is verlopen. En waar denk ik dan aan? Met name de afspraak die ooit op tafel lag als het gaat om de verplaatsing naar de markt. Die is niet doorgegaan, dus hoezo niet meedenken. Maar ook of er is meegedacht aan andere mogelijkheden, bijvoorbeeld op de huidige locatie of in een ander stadium van de centrumontwikkelingen. Want als ik lees de suggestie dat de gemeente Hardenberg absoluut niet meedenkt, nou, dan heb ik daar een heel ander beeld bij. En ik zie dat graag nog even door het college bevestigd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Breukeman. Meneer Odink. Voorzitter, dank u wel. Mooi te constateren dat het CDA en bij monden van meneer Breukeman het huiswerk heeft gemaakt. Wat betreft dit dossier. We hebben eigenlijk, naar aanleiding van de raadstukken, daar ook niet zoveel aan toe te voegen. Dan de vraag of het überhaupt mogelijk is om in of om en bij de bestaande locatie, om daar een discounter te faciliteren. Dat is eigenlijk een vraag van ons. Kan dat, ja of nee? En de andere is, daar is naar aanleiding van de brief die wij van de advocaten hebben gezien in opdracht van de Aldi. Wij herkennen ons daar ook absoluut niet in. En we zouden nog graag de wethouder willen vragen om daarop te reageren. Dank u wel, meneer Odink. Meneer Bak. Dank u wel, meneer voorzitter. We hebben een soort van gelijke vragen zoals de heer Breukeman gesteld heeft. Misschien om nog even specifiek naar voren te halen, is afspraak gemaakt tijdens de behandeling van de detailhandelstructuurvisie. Dat de gemeente in gesprek zou gaan met Aldi. We zijn even benieuwd of dat gesprek heeft plaatsgevonden en wat de uitkomst vanuit dat gesprek is. Wij vinden op dit moment ook nog niet zo heel veel over het Mercator, alleen wel over ook het proces van hoe is het nu gegaan en wat speelt er nu precies. En ook eens wat doorkijkend naar de toekomst, want hier begint zich een dossier voor te doen waarvan ik zomaar het gevoel heb dat we dat hier nog meerdere malen langs zullen krijgen. En ik ben dus benieuwd hoe de portefeuillehouder er tegenaan kijkt hoe dat op te lossen. Dat is volgens mij de interessante vraag van, goh, hè, we zien dat Aldi op deze locatie niet wil blijven. Ze willen uitwijken naar een locatie die wellicht niet tot de mogelijkheden behoort. En hoe gaan we die negatieve cyclus doorbreken om te kijken van waar zit de oplossing en hoe gaan we tot die oplossing komen. En ik zou daar graag een doorkijk van de portefeuillehouder in zien. Dank u wel, meneer Bak. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Het mag geen geheim zijn, het mag trouwens wel, maar het zal geen geheim zijn dat D66 een voorstander is van het plan zoals het nu ligt, waarvan Aldi overigens een onderdeel is. Het totaalplan met een discounter op het terrein en daarnaast ook nog wat recreatie- en horecavoorzieningen zien wij als een grote en mooie aanvulling voor Dedemsvaart. En wij zien aan de andere kant wel de angst van ondernemers in het centrum die gestoeld is op onder andere de ontwikkelingen zoals die in Koevoorden hebben plaatsgevonden. Ons is in ieder geval duidelijk geworden dat wat dat betreft er juridisch mogelijkheden zijn ook voor de gemeente om juist geen clustervorming van winkels te faciliteren. Ik weet heus wel dat daar ook nog een Lidl zit, maar je kan het daarbij houden volgens mij. Dus ja, eerlijk gezegd zien wij het plan zoals het voor ligt als een heel mooi plan. En vind ik het ook jammer dat het college nu een voorstel doet om de aanvraag op zich überhaupt af te wijzen. En ik ben het eens met mijn buurman die zegt van volgens mij is dit niet het laatste wat hierover gezegd wordt. Maar niettemin hebben wij de lijn altijd al gehanteerd. Wij willen graag Aldi hierin faciliteren, maar wel dus met bescherming voor de ondernemers in het centrum van Dedemsvaart. Meneer Bak. Voorzitter, ik wil graag een verduidelijkende vraag aan mijn buurman stellen. Wilt u daarmee afwijken van de detailhandelstructuurvisie zoals we die gezamenlijk hebben vastgesteld? En stelt u voor om Aldi dus heel nadrukkelijk wel, laten we maar zeggen, te legaliseren op de locatie van het Mercatorplein? Ja, op vragen van onze eigen fractie destijds rondom die structuurvisie werd het mij ook duidelijk dat deze structuurvisie niet in beton werd gegoten. Zo staat mij bij in de beantwoording. En dat altijd maatwerk mogelijk is wat dat betreft. En heel specifiek vroegen wij ook naar de Aldi in dit geval. En in de beantwoording was ook de Aldi een van de zaken waarvoor maatwerk nodig zou moeten zijn. En maatwerk kan natuurlijk zijn het behouden van de huidige locatie, maar ook het verhuizen naar een andere locatie. Ja. Meneer Breukeman. Ja, voorzitter, ook vanuit het CDA een aantal vragen voor de heer Rodemond. Ten eerste, misschien kunt u nog even kort uitleggen waarom u nu in uw mening toch sterk afwijkt bij datgene wat in de detailhandelstructuurvisie is afgesproken. Wat ik ook opmerkelijk vind, is dat u in uw betoog aangeeft, hè, ik vind het huidige plan dat voor ligt, waar al die onderdelen van vind ik een mooi plan. Maar u ziet ook het gevaar en de angst van leegstand in de centra en voor de ondernemers die daar zitten. Dat geeft u zojuist aan. Dus dan vraag ik mij af, wat is dan voor u de reden geweest om te kiezen voor wel Mercator? U geeft voor beide argumenten, maar geeft niet aan waarom u die stelling neemt. Maar ik heb nog een veel belangrijke vraag, voorzitter, die in mijn ogen ook veel meer raakt aan de problematiek die hiervoor ligt. Want wat betekent het wanneer nu D66 besluit om wel activiteiten in detailhandel toe te staan op Mercator? Wat betekent dat voor ondernemers die wel gehandeld hebben naar het centrumplan dat wij hier in deze raad unaniem hebben vastgesteld. Vindt de heer Rodemond het betrouwbaar als overheid om nu te zeggen, we hebben enige tijd geleden het centrumplan vastgesteld, daar is op geacteerd door ondernemers, om nu te zeggen, ik maak voor een enkeling een uitzondering. Daar hoor ik heel graag een antwoord op. Meneer Rodemond. Nou, in ieder geval dank ook voor de uitvoerige aandacht voor mijn betoog vanuit het CDA. Ik heb gesteld dat ik de angst herken van de ondernemers in het centrum van Dedemsvaart. Ik zie niet per se het gevaar. Ik heb juist ook gezegd dat ik mogelijkheden zie, ook juridische mogelijkheden, om te kijken of we die angst ook weg kunnen nemen. En nou ja, wat betreft die structuurvisie die we inderdaad hebben vastgesteld, wij zijn meegegaan met die structuurvisie onder de toezegging dat dit niet een verhaal was wat in beton was gegoten. Daarom zijn we juist meegegaan omdat je natuurlijk ook moet kijken naar waar maatwerk nodig of mogelijk is, dat we dat wel kunnen blijven doen. En dat is precies ook wat we in het vorige onderwerp ook aan de hand hadden wat mij betreft. Ook al zijn het twee niet helemaal vergelijkbare onderwerpen, het gaat dan om, willen we alleen maar vasthouden aan één vorm van beleid of willen we hier en daar ook kijken naar maatwerk? Dan komen we bij de volgens u meest belangrijke vraag. Wat doen we dan met de winkeliers en de ondernemers die zich wel houden aan de structuurvisie? Nou ja, we hebben ook van andere ondernemers wel hier en daar te horen gekregen dat dat niet helemaal met hardhandige klap hier en daar gepaard gaat. En de Aldi heeft zelf aangegeven wat voor een ondernemer zij is. En juist hier is maatwerk waarschijnlijk wel nodig, omdat de Aldi qua verkeersbewegingen, et cetera, en ook een parkeervraag niet past binnen een klein en compact centrum. En dat hebben zij wat mij betreft voldoende aan kunnen tonen. Ja, voorzitter, als ik nog in aanvulling erop constateer ik maar even dat de heer Rodemond wel angsten herkent, maar niet deelt. Nou goed, dat zij dan zo. Dat u juridische mogelijkheden ziet, vind ik voor mijn partij wat minder relevant. Maar u gaat in mijn optiek toch echt te weinig in op dat laatste punt waar ik u over bevraagd heb. Want voorzitter, was het niet zo dat de heer Rodemond zelf akkoord gegaan is met het centrumplan voor Dedemsvaart? En was het de heer Rodemond niet zelf die ook kennis heeft genomen en ingestemd heeft met die actieplannen, met die actiepunten voor een compact centra? Dat wouden we met elkaar realiseren. En met die plannen en met die actiepunten hebben wij ook gepoogd, en daar zijn ook ondernemers op in gaan spelen, om te zorgen voor dat compacte centra, door te bewegen in het fysiek, van bijvoorbeeld jullie zaten naar het noord, naar de markt. En wat vindt u ervan dat u eigenlijk keer op keer dat heeft willen stimuleren en nu voor een enkeling een uitzondering wil maken buiten dat centrum? Meneer Rob. Voorzitter, ik heb toch het prangende gevoel dat ik de vragen al heb beantwoord en dat meneer Breukeman mijn antwoorden maar voor de helft aanhoort. Dat laat ik dan voor zijn rekening. Ik denk dat ik voldoende heb gezegd op dit punt. Oké. Ja, voorzitter, als dat de beantwoording op mijn vraag is, dan weet ik voorlopig voldoende. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn fractie heeft geen enkele behoefte om de Aldi te willen te zijn. Toch heb ik wel een vraag aan de wethouder. Nee, wel in die zin. Is het juridisch houdbaar? Maar ik moet er niet aan denken dat we straks in het winsteloze tijdperk alsnog de Aldi gelijk moeten geven. Dank u wel. Okay, dank u wel. Meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben, de meeste vragen zijn ook al duidelijk gesteld. Ik heb af en toe wel het idee dat het een beetje lijkt van, willen we de Aldi wel of niet in Dedemsvaart? Volgens mij is dat het issue niet eens. Het gaat om, willen we verplaatsing mogelijk maken naar de Mercator of inderdaad ten opzichte van de detailhandelsvisie. Of zeggen, nou, we onderkennen inderdaad het probleem, maar we willen faciliteren. En volgens mij heeft het college ook aangegeven dat ze willen faciliteren op de huidige locatie en in ieder geval te willen onderzoeken. Ik vraag in ieder geval, wat mij vraagt is, in hoeverre is de Aldi überhaupt met het college in gesprek geweest om de huidige locatie nader te beschouwen? Oké, dank u wel, meneer Mulder. Mag ik het college vragen de vragen te beantwoorden die door de raadsleden zijn gesteld? Dank u wel. Ja, wederom het verhaal Aldi. Nog even in een vogelvlucht. Op enig moment, toen we de contouren voor het centrumplan Dedemsvaart rond hadden, zijn we met heel veel vastgoedeigenaren, hebben we zeg maar 2 dagen, maar niet aan ingesloten, hebben we bij hen gezeten om te kijken van, wat willen we met elkaar? Nou, ik zal u niet vermoeien met wie er allemaal bij waren, maar ik kan wel even aangeven dat de vastgoedjongens van Aldi erbij waren, dat de vastgoedjongens van Jumbo en de vastgoedjongens van C1000, die bestond toen nog. Die waren erbij. Ik zie op de publieke tribune instemmend geknikt, wat ook de voorzitter, de toenmalige voorzitter plaatsbelang Dedemsvaart was, bij die bijeenkomst aanwezig. En ik kan u wel zeggen, het was niet zo'n warme dag de eerste keer, maar de verwarming in gebouw het centrum, wat toen al bestond, kwam al uit, want het waren hele mooie verhitte discussies. Want iedereen wilde op de plek rondom de markt. Alle drie de partijen zoals ik ze pas heb genoemd. Daar zijn voorlopige schetsen van gemaakt. Uiteindelijk hebben we een tweede bijeenkomst gehad en daar zou de Jumbo, ja dat was Jumbo en Aldi, zouden aan de westzijde van de markt en aan de noordzijde zou C1000 komen. Dat was het plan. Tot C1000 niet langer C1000 bleef en overging in handen van Albert Heijn en die had er al positie. Toen kwam Aldi bij ons van wij willen graag die positie aan de noordzijde overnemen. Daar waren we ook heel erg van gecharmeerd en we hebben heel veelvuldig overleg met Aldi gehad. Uiteindelijk was het zover dat wij het over de plek eens waren. Dat we het over het ontwerp eens waren. We hebben er zelfs de kabels en leidingen voor verlegd. Al vooruitlopend erop. En we waren het overal over eens. En we waren het zelfs erover eens wat de aankoopsom door de gemeente van het oude pand van Aldi zou moeten zijn. Op enig moment ging het hele pakket naar... Ik zeg maar even naar Duitsland, hoofdkantoor Aldi. Waarom moest dat? Omdat ze vastgoed afstoten en daar gaan ze in Duitsland over. En dat kan de Nederlandse organisatie mag dat niet besluiten. Voorafgaande aan het opsturen van de stukken naar Duitsland heb ik nog gevraagd. Moeten we vanuit het college nog een aanbevelingsbrief doen? Want Aldi, hoofdkantoor in Ommen, vestiging in Ommen en 3 winkels in Hardenberg. Dan ben je toch een partner. Dus misschien kunnen wij een aanbevelingsbrief meesturen. Dat was niet nodig, want het was een goed plan en de regiodirecteur had op alle criteria die gevraagd werden vanuit Duitsland toch redelijkerwijs de zaak af kunnen vinken. Kortom, kansrijk project. Dat je 3 weken later hoort dat het niet doorgaat, dat kan. Want iedereen mag daarin zijn eigen afweging maken. Daar baal je van, daar baal je een paar dagen van en dan denk je, we moeten de zaak weer oppakken, we moeten gewoon verder met elkaar. En dat hebben wij gepoogd te doen, maar al snel, en burgemeester Snijders was daarbij aanwezig, hebben we een gesprek gehad met de directie uit deze regio. En er kwam één verzoek van, nou u mag het pand misschien wel wat goedkoper als wij naar het Mercator-terrein kunnen. Daarvan hebben wij gezegd, nou daar moeten we nog even over nadenken. Dat hebben we gedaan. En u kent de uitkomst van dat nadenken, omdat we daar geen mogelijkheden zien, er geen mogelijkheden zijn en ook andere overheden niet vinden dat dat een mogelijkheid is. Daarop hebben we gesprekken gehad. We hebben gekeken naar de huidige locatie. Dat was niet bespreekbaar. Nou, we hebben uiteindelijk, voordat we begonnen aan het bestemmingsplan Julianenstraat Noord, dan moet u zich voorstellen, dat is het parkeerterrein achter de Jumbo en de Aldi, waar de Biep zat enzovoort, waar ook al wat gebouwen enzovoort zijn gesloopt. Hebben wij een gesprek gehad en we hebben gezegd, als u nog wat wil op de huidige locatie, geef dat dan aan. Dan kunnen we daar rekening mee houden in ons bestemmingsplan. Of alles kan wat u wil, dat weet ik niet. Maar we willen daarover met u in gesprek. En we hebben zelfs al eens een architect even snel een tekening laten maken. Even in twee dimensies. Hoe pakt dat uit? Was niet bespreekbaar. Volgens mij werd de laatste keer de koffie niet eens opgedronken. Was niet bespreekbaar. Ja, hoefden we niet meer mee terug te komen. Nou, u heeft tussendoor, nee, in de zomer heeft u de detailhandel-structuurvisie vastgesteld. En de detailhandel-structuurvisie zegt, kernwinkelgebied, en dan heb je grenzend aan het centrum. Daar zou je wat mogelijkheden kunnen creëren als je iets niet kwijt kunt in je centrum. Nou, dat is Aldi. Dus Aldi zou op de huidige plek, en misschien niet een winkel zoals ze die overal graag willen bouwen van zoveel meter bij zoveel meter. Maar ze kunnen daar een forse uitbreiding realiseren als ze daar flink willen investeren. Parkeren kun je voor een groot deel oplossen achterliggend. Maar ook voor een heel deel aan de Julianenstraat. Gebeurt nu ook, want de winkels in het noorden zijn voor een heel groot deel weg. Dus je hebt daar, voor parkeren, heb je daar best de ruimte. Maar je moet het willen. En als je maar één optie hebt, en dat is uitsluitend Mercatorterrein, vierkante bak, 100 parkeerplaatsen, ja, dan valt alles wat je ook aanbiedt, valt af. Dus op de vraag, bent u in gesprek? Wij zijn daar voor de detail- en structuurvisie over in gesprek geweest. Nadat u dat heeft vastgesteld, toen genoot ik van de zon, ergens anders. Heb ik na mijn vakantie een gesprek nog gehad met de heer Ten Hoorn. Die heeft nog één keer gevraagd, hoe zit u in Mercator? Nou, dat hebben we aangegeven. En ik heb ook daar aangegeven, nou, als u naar de huidige locatie nog eens wil kijken. Wij willen daar graag onze medewerking aan verlenen in de zin dat we samen met u die studie wel willen doen. Of het helemaal 100% past zoals u wil, dat weten we niet. Dat is het laatste geweest, dat is ergens in augustus geweest. Daarna heb ik geen contact meer gezocht, want ik zou niet weten waar ik het over moet hebben. Ik heb geen andere locaties. Mercatorterrein is wat ons betreft uitgesloten, wat u betreft ook uitgesloten, want u heeft de detail- en structuurvisie vastgesteld. En de huidige locatie, daar zou je nog mogelijkheden, op zoek kunnen naar mogelijkheden. Dan moet je wel wat vastgoed verwerven, maar als je naar Mercatorterrein gaat, moet je ook gronden kopen, moet je ook een infrastructuur aanleggen. Kortom, dit is even het verhaal. En als Aldi, als de advocaat van Aldi zegt dat wij er niks aan gedaan hebben, ach ja, dat is hun beleving misschien. Ja, dan de brief. Ik weet niet welke brief, want er schijnt er gisteren nog ingekomen te zijn, maar die heb ik niet gezien. Maar iets over een te korte voorbereidingstijd. 12 december hebben we iets van de site geplukt. Nou, u snapt dat ik niet precies weet wanneer alles verstuurd wordt, maar mijn ambtelijke adviseur heeft AKD op 8 december een brief gestuurd waarin ze worden uitgenodigd voor de oriënterende ronde. En dat zijn de termijnen zoals we die normaal ook altijd in acht nemen. Nou, of we dat in gesprek gaan, heb ik het over gehad. Er zouden onjuiste uitgangspunten staan. Nou, ze noemen niet welke, dus dat is lastig om erop te reageren. En nog iets dat we met andere partijen hebben gesproken. Dat er op het Mercatorterrein geen vestiging van een supermarkt mogelijk wordt gemaakt. Ja, iedereen weet dat dat gebeurt. Ik bedoel, voordat we ooit met Aldi hadden gesproken, was ook het verzoek van Jumbo. Mogen wij niet, eventueel samen met Aldi, naar het Mercatorterrein? Daarvan hebben we gezegd nee. En toen zeiden ze, dat snappen we ook wel. Ja, en dus in die zin is er altijd over gesproken. Andere brief, die ken ik niet. Dus ik zou niet weten hoe ik daarop moet reageren. Meneer de voorzitter, mag ik één ding zeggen? Misschien kan ik u in herinnering roepen, meneer Prinsen. Ik ben zelf degene die namens de ChristenUnie nogal in het velddebat geweest is met de advocaat toen. Dat nam niet iedereen mijn dak af van de veld. Het was misschien wat groot, maar de inhoud ging. Ik stelde hem een aantal vragen. En op die vragen gingen precies waar u het nu net over heeft. En hij wilde daar of kon daar geen antwoord op geven. Dan moet de advocaat nu niet zo'n gewicht krijgen dat of hij de waarheid vertelt. Dus daarmee sta ik achter u. Voorzitter, dat Aldi probeert om een goede plek te hebben voor hun winkelneer, dat snap ik. En dat ze misschien nog tijden bezig blijven om dat te realiseren, dat snap ik ook. Gebeurt vaker. Ja. Wij wijzen dit af. Nou, er zal iets met een rechter, ja, Raad van State zal eraan te pas kunnen komen. Dat kan allemaal. En dat is ook helemaal niks mis mee, want dat zijn de systemen zoals die in ons land werken. En hebben wij ons traject juridisch houdbaar? Ja, en nou, het is in ieder geval niet afhankelijk van mijn aanwezigheid, hoop ik. Want dan is het niet zo goed gesteld met de gemeente. Wij gaan ervan uit en we hebben ook nu ook weer juridisch advies even ingehuurd. Vandaar dat het ook wel eens wat langer duurt. Ja, en die staan aan onze zijde. Maar 100%, dat is wel heel veel om dat nu hier te beweren. Maar wij gaan ervan uit dat we de dingen goed hebben gedaan. Dat we de dingen zorgvuldig hebben gedaan. Dat we de dingen hebben gedaan volgens wet en regelgeving zoals het hoort. Maar de tijd zal het leren, moet ik dan maar even zeggen. Voorzitter. Meneer Bak. Ja. U geeft aan van in Nederland heeft het loop der dingen zo zijn gang, hè? Want dat is normaal in dit land, zo doen wij dat. Ja. Maar het zou de VVD toch wel een lieve duit waard zijn als we met elkaar voor Dedemsvaart, want het gaat ook om Dedemsvaart. Het gaat niet alleen om Aldi, maar het gaat om Dedemsvaart om daar tot een goede oplossing te komen. En volgens mij kun je niet vaak genoeg met elkaar in gesprek zijn. En onze oproep zou toch zijn, en ik snap dat het moeilijk is om wat te bespreken, om toch En dat is ook een oproep naar Aldi, richting Aldi, van zoek dat overleg nu met elkaar en kijk eens wat je kunt doen. En daarmee duid ik niet, want ik zie de heer Stelpstra al schudden, duid ik niet op voorzitter? Nee, ik ga even mijn betoog afmaken, meneer Odink. Daarmee duid ik... Daar gaat de voorzitter volgens mij over. Meneer Odink. Dank u wel. Ik zit midden in mijn betoog, voorzitter. Ik protesteer hier zwaar tegen. Meneer Odink. Kan niet waar zijn. Meneer Bak, ik maak me toch al zorgen om u. En, ik ben dat vind ik fijn, meneer Odink, dat u zich zorgen om mij maakt. En ik ben bang dat u de wethouder met een onmogelijke opdracht opzadelt. En ik zou dat toch zo sterkste willen ontraden. Nou, als ik mijn vraag zou kunnen afmaken, dan had ik misschien wat meer duiding aan mijn vraag kunnen geven. En had u misschien daarom kunnen reageren. Dank u wel, meneer voorzitter. Wat ik probeer duidelijk te maken is van, het zou voor Dedemsvaart goed zijn als er richting gegeven gaat worden. En het zou volgens mij de wethouders hier, maar ook Aldi hier, om het gesprek te zoeken. Want dat wilde ik aan toevoegen, want ik vind ook dat Aldi dit gesprek moet gaan voeren. He, want elkaar uiteindelijk in de letter bestrijden, komen we niet heel veel verder mee. En het zou vanuit de VVD het ons veel waard zijn om die dialoog te zoeken en tot die oplossing te komen. Ja, voorzitter, als ik daar heel kort zo mogen aanhaken... Is het misschien een mooie variant om de woorden van de heer Odink en de heer Bak samen te voegen, om hierbij aan Aldi een oproep te doen om met het college in gesprek te gaan op mogelijkheden op de huidige locatie. En dat niet alleen, voorzitter, als ik ook nog even duid in het zakje mag doen. Volgens mij is er richting gegeven op het moment dat wij unaniem voor een detailhandel structuurvisie zijn gegaan. En ik vraag me af wat we dan nu nog vragen van een wethouder die net een hele opsomming heeft gedaan van alle activiteiten die er in ieder geval vanuit dit huis is gedaan. Dus ik stel voor dat het wellicht inderdaad een idee is om meneer Breukeman's voorstel te doen om de bal terug te leggen bij Aldi om het gesprek te openen. GroenLinks is terug. Waarvan acte? Meneer Prinsen. Ja, voorzitter. Natuurlijk snap ik wel de oproep van de heer Bak. Ga in gesprek, probeer eruit te komen zonder rechters enzovoort. Dat heeft ook mijn voorkeur. Ja? Dat lukt ook heel vaak. En van dit college kan nooit verweten worden dat we niet in gesprek willen voor een oplossing. Maar daar heb je wel een paar partijen nodig. Er moeten wel een paar partijen aan tafel gaan zitten. En ik zou bijna een vraag terug willen stellen, maar dat doe ik ook maar niet omwille van de tijd. Ik zou, ja, met alle respect, ik zou niet als Mercatorterrein, die past niet in het beleid, daar hebben we allemaal wat van gevonden. In het centrum hebben ze zelf afgehaakt. En daar is nu ook geen ruimte meer omdat de plek is ingevuld. Zo gaat dat. Aanpalend aan het centrum ligt hun eigen pand en dat zie ik als enige oplossing. Maar je moet het wel willen, je moet wel de oplossing ook willen zien. En als je zegt, ik bouw alleen maar panden van 52 meter bij 39,9, dat mag je vinden, daar ga ik niet over. Maar als je daar geen concessie aan wilt of aan kunt doen, zijn de mogelijkheden wel wat beperkter. Dus nogmaals, ik wil heel graag met ze in gesprek. Ik kan het verleden ook allemaal vergeten, dat maakt me niet uit, want ik wil ook graag voor de zaak gaan. Ik wil ook graag voor Aldi in Dedemsvaart gaan, voor Dedemsvaart, maar ook best voor Aldi en voor de gemeenschap. Alleen, daar heb je twee partijen voor nodig. En wij komen geen steek verder als mensen bijna van tafel lopen. Als het niet bespreekbaar is, alles wat we aanreiken op de huidige plek, dan houdt dat voor mij gewoon op. Maar als ze morgen bij me aan de deur staan, ga ik het gesprek met weer graag aan om te kijken of we een oplossing voor die situatie kunnen vinden. Want ja, ik mag graag werken, maar ik kik niet op dit soort situaties. En het zou een mooie oproep. Er zit hier iemand, ja, die niet van Aldi is, maar die wel de telefoonnummers van Aldi heeft. En die zou ze kunnen bellen. Dan zegt de wethouder, het college, de raad is bereid om met u in overleg te gaan. Niet over het Mercatorterrein, ja, want daar hebben we wel lang een besluit over genomen. Maar over een plek waar je nu zit. En laten we daar de mogelijkheden eens van bekijken. Ja, ik krijg ook altijd boodschappen mee, dus ik denk, geef er ook maar eentje weg nu. Goed. Ja, ik kan reageren op de opmerking van D66, van juridisch kun je mogelijkheden bedenken voor Aldi. Ja, ik zie ze niet. Om Aldi op een Mercatorterrein te zetten en de rest niet. En om ondernemers te sparen, gaan we dan afspreken dat, dat mensen niet meer daarvoor een tientje of zo gaan kopen. Ik weet het niet. Dus ik kan er niet zoveel van maken. Maar goed. We hebben met z'n allen een detail aan de structuurvisie vastgesteld. En het zou toch wel gek zijn, de inkt is nog niet droog, dat we zeggen, gaat u maar. Ja, dat zouden we niet moeten doen. Voorzitter, volgens mij heb ik alles wel zo'n beetje gezegd. Volgens mij ook. Zijn er nog vragen blijven liggen? Of is er nog behoefte aan een tweede ronde? Even rond. Nee. Wat vindt u? Moet dit een bespreekstuk worden of een hamerstuk? Hamerstuk. 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 Dan wordt het een hamerstuk. Okay. Dan de rondvraag. Wie heeft er zal u wat voor de rondvragen. Nou, dat is vrij makkelijk. Niemand. Dan zit deze oriënterende ronde erop en dank u voor uw aanwezigheid. En de raad is om 9 uur.